Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze TA sessie voor Bitcoin. Wat kunnen we dit weekend verwachten? Dat is wat wij in deze sessie gaan bespreken. Wellicht had jij een livestream verwacht vandaag, maar helaas, helaas werd ik vanochtend wakker alsof er een vrachtwagen over me heen gereden was en kon ik mezelf echt niet bij elkaar krijgen om een livestream te doen. Dus vandaar snel deze korte TA sessie. Wat we dit weekend kunnen verwachten. Goed. Um, naast dat we een korte T-sessie uh, gaan doen. Zoals je ziet, is mijn lamp ook gesneuveld. Het knopje doet gewoon niet meer. En de draadjes is nu helemaal klaar. Dus ik heb geen draadje meer. Dus geen goed licht, dan weet je dat. Um, gelijk nieuw besteld. Alleen die komt pas na het weekend binnen. Um, ook een Altcoin zondag video kan je van mij dit weekend niet verwachten. Uh, de reden waarom, uh, omdat ik zondag zelf moet draaien op de continent. Vandaag super drukke dag, morgen super drukke dag. Dus altcoin zondag is er dit weekend niet. Goed, gaan we snel even 5 minuutjes de charts door. Wat kunnen we dit weekend verwachten? Um, wacht niet langer, smash die duimpjes en we gaan beginnen. Zo, Bitcoin voor ons op het 2 uur tijdframe. Ja, een rare week moet ik zeggen. Uh, een week dat we door die box heen waren gebroken. En dus eigenlijk wel door bullish zouden moeten worden. Gezien ook de telling 1, 2, 3, 4, 5. Maar er is wat meer aan de hand. Er is weer en dan ook weer een trap -hunt zone aan de hand. Want uh, technisch gezien, als je dit level houdt, als je hier je twee hebt. Dan zou je vanaf hier wel up mogen. Dus dat kan. Alleen, gezien wij hier onze prachtige View Level hebben. Nee, 105%. En daar een reactie hebben gezien. Zou het me niks verbazen dat we in een flat zitten. En dat hij op deze manier komt. Uh, het zou ook kunnen dat we vanaf hier bullish gaan. Um, want we hebben hier een 2 uur Hebie's Divergentie. Het enige waar wij dus nu voor dit weekend in de gaten moeten gaan houden om dit scenario. Of dit scenario. Dat we vanaf hier dus verder omhoog gaan. Is waar wij nu van dit weekend aankomende uren in de gaten moeten gaan houden. Of wij onder 23.600 vallen. Ja dan gaan wij gewoon die 22.000 opzoeken. Misschien zelfs ja, 22.500. We kunnen hem even uitmeten. zo. Um, en dat is als we 23.600 verliezen. Waar ik nu naar een lagere top ga zoeken is 24.500 tot 24.800. Deze zone hier, dat is een zone waar ik nu naar kijk. Voor dat we er doorheen gaan of we kaart gaan worden. Dus de reden waarom ik daarna kijk naar die 0786 tot Golden Pocket heeft te maken met deze 1, 2 ja, en dan 3, 4, 5. En dat je dan deze telling zo naar beneden maakt, zijn er een prachtige impuls naar beneden. Zo. En dat heeft dan te maken met dat dit je prachtige A is. Dit is je B-weef, dit is je C-weef. Zo, dat die zo komt op de 105% even stoplos huntjes gepakt. Daarna alsnog een hogere bodem creëren in die blauwe box en dan alsnog verder naar boven. Dat zou dan een setup zijn waar ik dan vanaf hier nu naar kijk. Um, maar we moeten natuurlijk voorbereid zijn op het weekend. Want misschien stoten wij in het weekend wel door. Het is dus zeer van belang om te weten als wij überhaupt al boven de 24.800 komen... Dat wij continuation kunnen gaan zien. Nou waar zie ik die contonation dan naartoe? Dan zie ik die continuation eigenlijk gewoon simpel gezegd. Naar 24.500 tot en met de 26.000. De zone waar we eigenlijk al over spraken. En voor mij als hij daar eens doorstoot dit weekend. Dan verwacht ik wel dat dat in principe. een van mijn eindtargets is voor voorlopig. Ehm. Um, als ik dan namelijk de VIP kijk, dit is een impuls, dit is een B wave, op die manier. Um, ik, kan hem, ik kan hem grof verzetten trouwens. Ik kan hem grof verzetten. Um, de 0.5 zit rond die 26.000. Maar het grappige is dat wij een 1-2-3-6-target hebben hier op de 27.900, waar onze CME-gap zit. Dus ik vind dat wel een interessant level trouwens. Dus als wij door die 26.000. en dat is even te ver op de zaak vooruit lopen. maar als wij geen reactie zien op die 26.000 en we blijven er hangen, ja dan gaan we door naar, die, naar de 1236, waar de 27.700 zit. Waar in principe ook onze gap ligt. Hier. We hebben hier nog mooi een Simi gapje. Maar dat is natuurlijk niet voor dit weekend. Maar dat is wel wat interessants voor de bigger picture. Waar we naar kijken. Maar hoe ik hem eigenlijk nu simpel gezegd op, ja, misschien zie. Is dus boxje opzoeken op de Simi. En dan deze zone opzoeken. Dan een impuls naar beneden. Want in deze zone hier zal iedereen naar de gap kijken. Oh, we zijn bij 26.000. Om de 2.000 naar de gap. Dan zal iedereen waarschijnlijk bullish worden. En dan. Bing. Dus in principe. Ja, zolang we onder die 26.000 zijn, verwacht ik nog steeds dat wij een nieuwe low kunnen gaan maken. Dat is eigenlijk het plan. Maar voor dit weekend. Vooral voor dit weekend, is het van belang om op de lage tijdframes goed te gaan kijken. Als we nu even naar de 30 minuten chart kijken. Om goed te kijken wat er gaat gebeuren tussen de 24.000. Uh, 700 tot 24.400. Dus deze blauwe box. Als we daar dus op de lage tijdframe een reactie zien. Een lagere top creëren. Maak je borstarmer nat voor een rood weekend. Misschien weer naar die 22.000. Goed, dat gezegd hebben we weer met alle laatste informatie over Bitcoin en de technische analyse. Wil ik jou een heel goed weekend toewensen. Het beste voor het beste. Misschien zie ik je zondag op de continent. Um, en zo niet, misschien zaterdag. Heel misschien, heel, 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 heel misschien ben ik te vinden op Dance Valley. Uh, maar dat alleen in de avonduren. Maar dat is even afwachten. Um, ja, zodoende eigenlijk wil ik jullie allemaal een goed weekend toewensen. Het beste voor het beste. En ciao, ciao.